Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag. 12 april 2016. Er is het bulletin van dinsdag. Vandaag hoogstwaarschijnlijk alleen mossen en geen data of SSTV. Opnieuw vanwege het tijdgebrek. De BBC voorspelt in een rapport aan het Britse parlement dat radio in de toekomst alleen nog via internet zal worden uitgezonden. De Britse omroeporganisatie bereidt zich dan ook al voor op een toekomst waarbij ze alleen nog via internet te horen zal zijn. Dit valt onder andere te lezen in een artikel op de website SW Elling. Dezelfde site stelt echter ook dat de ondergang van de radio zoals we die kennen al zeker 50 tot 60 jaar lang voorspeld is, aldus SW Elling. Radio is weliswaar na de komst van de televisie in eerste instantie in belang afgenomen. Het medium heeft in de periode daarna juist een heel grote bloei doorgemaakt. Met commerciële radio in Nederland worden miljoenen omgezet. Het voordeel van radio via een eigen medium, zoals via de FM-ether of via DAB+, is voor de partijen die al op dat medium zitten bijzonder groot. Op internet moeten radioaanbieders concurreren met aanbieders van video, van tekst en multimedia-uitgevers. Toch bestaat er ook op internet een eigen nieuw radioplatform dat er zonder internet niet geweest zou zijn. En dat de laatste jaren met name buiten Nederland ook enorm populair is gebleken, de podcast. Het grote voordeel van radio is dat je niet speciaal voor hoeft te gaan zitten en dat je naar de radio kunt luisteren terwijl je routinewerk doet of autorijdt, wat anders misschien saai zou zijn. Dat laatste zal vermoedelijk altijd de kracht blijven van wat wij nu radio noemen. Er is echter de vraag hoe lang een apart medium als DAB+ het zal overleven. Dat medium DAB+ wordt echter wel steeds belangrijker naarmate de apparatuur goedkoper wordt. Zoals we eerder al melden zijn er internationaal inmiddels meerdere smartphones te koop waarmee DAB+ te ontvangen is. China treedt sinds kort op tegen piratenzenders. In het verleden was het een onbekend fenomeen in de Volksrepubliek. De piratenstations kwamen in 2013 plotseling op. Veel ervan zitten gewoon in een woongebied. De inhoud van de uitzendingen varieert van bedenkelijke medische reclame tot aan ronduit pornografische uitzendingen. De Chinese overheid heeft inmiddels zo'n 400 stations gesloten. Daar zaten stations bij met zeer grote zendvermogens. Naar verluid maken de meest succesvolle stations winsten die tot tegen een miljoen euro lopen. En dat is met name door de verkoop van zendtijd. In de VS is een energie- en waterbedrijf onlangs gehackt. De leveranties van stroom en elektriciteit van het bedrijf, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, zijn daarbij niet door de hackers beïnvloed. Zwak punt waardoor de hackers binnen konden komen was een mobiel modem die in het controlecentrum van het bedrijf op een waterschakelaar was gekoppeld. Via het modem waren diverse malware toepassingen door het hele bedrijf verspreid geraakt en die gaven weer toegang aan verschillende malafide verbindingen door middel van TeamViewer vanuit het buitenland. FBI geeft naar aanleiding van de hack die in februari bekend werd, de elektriciteitsbedrijven de komende maand, de elektriciteitsbedrijven in de VS, de komende maand voorlichting over hacks en hoe ze zich daartegen kunnen wapenen. Deel 2 van onze serie over antennes gaat over de halve golfantenne, of meer specifiek de dipool. Dat is tevens de meest voorkomende antennevorm. Een halve golfantenne is hoogohmig aan de uiteinden. In het midden is de impedantie laag, zo rond de 75 ohm. De stroom is het grootst waar de impedantie het laagst is, dus in het midden, en de spanning is het hoogst waar de impedantie het hoogst is, dus op de uiteinden. Het deel van de antenne waar de stroom het grootst is het belangrijkst voor de uitstraling. Dat is goed om te bedenken, want dat is bijvoorbeeld ook de reden dat het bij een inverted V niet uitmaakt dat de punten laag staan. Het stuk wat er toe doet is het midden met de grootste stroom en de laagste impedantie, en dat is bij een inverted V dus ook het hoogste punt. Een halve golf kun je ook op het uiteinde voeden. In dat geval is het volgens de definitie dus geen dipool meer. De high-end FET werkt op die manier. Vanwege de hoge impedantie op die uiteinde is er bij een high-end FET een aanpasnetwerk nodig. Voed je de antenne in het midden, dan komt de impedantie mooi uit voor het gebruik van coaxkabel. De meest gebruikte coax is tegenwoordig 50 ohm en dat geeft toch een misaanpassing van 1 op 1,5 met een dipool. Niet zo'n heel groot bezwaar, maar 1 op 1 is toch beter. Als je een dipool voor bijvoorbeeld 2 meter verticaal in een mast wilt plaatsen, dan zit die coax dus lelijk in de weg. Je kunt de onderste helft van een dipool echter ook uitvoeren als een soort opwaaiend rokje. Of zoals het in de praktijk vaak gebeurt, in de vorm van een paar radialen die schuin naar beneden staan in de vorm van zo'n rokje. Zo'n antenne wordt dus een GP genoemd, een ground plane antenne. Je kunt de radialen overigens ook horizontaal plaatsen. Dan lijkt de antenne op een kwartgolf op een aardvlak. Maar voor de impedantie kunnen ze beter schuin omlaag staan, want dan is de antenne 1 op 1. Zo'n groundplane die lost 2 dingen op, namelijk de coax gaat mooi recht naar beneden en de impedantie is keurig 50 ohm. En die kun je ook nog makkelijk variëren door de neergaande hoek van de radialen iets aan te passen. De 2 opgeloste problemen komen wel weer met een nadeel.
waar een verticale dipool met de lobbe dus keurig richting horizon straalt, straalt de GP dus vooral schuin omhoog. Daardoor heeft hij minder versterking. Je kunt trouwens van een GP ook alle radialen op eentje na weglaten. Voor de impedantie maakt dat dus niet uit. Zo'n antenne heet een inverted V als je hem met het voeringspunt omhoog neerzet. Zoals je ziet, een dipool kent vele vormen. Een van die vormen wil ik daarbij niet onbenoemd voorbij laten gaan. Namelijk, als je de straler steeds dikker maakt, dan wordt zo'n straler ook breedbandiger. Hij werkt dus op meer frequenties. Wel verandert dan ook de resonantiefrequentie, waardoor hij korter gemaakt moet worden, om hem bij die grotere dikte dus nog in de juiste band te laten werken. Als je dus begint met een GP en je maakt die straler telkens dikker, dan kun je daarmee zover doorgaan totdat die straler alleen nog een soort pannenkoek is, een schijf. Je hebt dan een zeer breedbandige antenne die ondanks de horizontale schijf als straler dus nog steeds verticaal gepolariseerd uitstraalt. Zo'n antenne is dus de discoon. Alleen bij een discoon bestaat bij de meeste discoons de straler niet uit een horizontale schijf, maar uit een aantal horizontale radialen. Maar dat is in feite voor de goede werking zo goed als hetzelfde. De tekst van de serie over antennes die wordt achteraf ook op internet op panelete.nl gepubliceerd. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.PA0ETE.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend, hams enjoy serving the community in many ways.